Miguel, 2-1 winst op Heracles Almelo. Dat stemt tot tevredenheid. Het spel ook? Ja, als je kijkt naar hoeveel kansen ik hier heb, kan je wel tevreden zijn. Maar uiteindelijk moet je ze wel afmaken. Dan maak je zelf ook wat gemakkelijker. Maar ja, het belangrijkste is dat we 3 punten hebben gehad. En dat hebben we gedaan. Dus, Want qua krachtsverhoudingen lag het eigenlijk veel verder uit elkaar dan die 2-1 eigenlijk weergeeft, hè? Nee, zeker. Als je kijkt naar hoeveel kansen we hebben gehad, dan had de uitslag zeker hoger moeten zijn. Maar ja, daar moeten we nog aan blijven werken en in de toekomst zal het wel beter worden, denk ik. Was je nog bang dat het fout zou gaan? Bijvoorbeeld met zo'n laatste corner, dat ze toch een beetje lengte voorin hebben, dat het toch nog fout kan gaan? Ja, dat is het risico als je de scoring niet uitbreidt natuurlijk. Maar ja, achterin staan we sterk en het, we moeten zo blijven houden. En gelukkig gaan we de winst kunnen binnenhalen. Nu heb ik een beetje bij jou te letten vandaag, geturfd wat je allemaal goed of fout gedaan hebt. Allereerst, hoe heb je zelf deze wedstrijd vanuit je eigen oogpunt ervaren? Ja, zelf heb ik wel een redelijk goed gevoel overgehouden. Natuurlijk zeiden we altijd verbeterpunten, maar zullen van de week nog even terugkijken. Maar op zich ja, ben ik wel redelijk tevreden. Want je kijkt het ook altijd stap voor stap terug aan het einde van de week of midden in de week? Ja, tuurlijk. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen. En dan is het ook logisch dat je even terugkijkt wat je vorige wedstrijd hebt gedaan.